Deze rolrijkoetsers voor de vier volgende rij. Die nog gaan halen. Ah, die bankje wijze staat er over. En dan komt het tempo erin bij die Stokker SDV. Piet van Eyck Olsen op de tweede helft op Roy van Zuilen. Oh, Roy was aan een beetje te enthousiast. Rijks ook een lekker bad. Links achter. Maar dat mag niet meer. Het wil blijven trappen met die Stokkers. 138 Piet van Eyck Olsen. Op de 38 fietsen van Eikels en de 308 van Eikels Tesselaar de nieuwe koploper de 308 en Tesselaar Piet van Eikels daarmee naar 2 en Binnendijk op 3 we zijn van de 39 van de 102 Rian de Groning en de 179 van Sjaketti. Tesselaar, koploper. Van 348 dus, hij aan de rijding. Op de 743 en Binnendijk. Op de 2 uur, Jan Groning. Op de 79 van Sjaketti. Ah, de rondok is erachter. 26 komt naar voren. Jan van der Riest. De kleur zal hekken maar. Bij de hoogste in de kleding. De 40 dus die weglopen en Tesselaar. En 7-3 Sjaketti. 7-43 en Binnendijk. En dan het glimmetje van de 2e Jan Groning. 3-48 en Tesselaar. Weg op deze manier, de 348 en Tesselaar, kleur uit het veld. Even kijken in het glas. De 79, Sjaketti, 743, Henk Binnendijk. De 47, Henk van Hamelen. Kleur uit het afwerken, op de 46 van Rio van der Riest. Rian
niet alleen de Code Rood, maar ook het de checkered flag werd gedraaid. Dat in de schotterronde op het moment dat Leon Verhoeven de stokkaart op zijn dak gooide.